We staan op de Singel in Schiedam, vlak voor een monumentaal pand uit 1912 dat gesloopt moet worden. Althans als het aan de gemeente en aan Stichting Primo ligt. Want die willen hier een gloednieuw schoolgebouw neerzetten. En daar zit de buurt bepaald niet op te wachten. Hoe denkt u over de communicatie vanuit Primo en de gemeente over ja, wat hier staat te gebeuren? Ja, heel slecht. Het is eigenlijk 1,5 jaar gewoon slecht. Gemeente Schiedam heeft het altijd over burgerparticipatie. Maar eigenlijk uit alles blijkt dat ze er gewoon totaal oud-Hollandse scheid aan hebben. Ik denk dat 9 van de 10 vragen vooral voor Primo zijn, voor de schoolstichting zeg maar. Mm-hmm. Omdat zij namelijk ook de opdrachtgever zijn voor zowel de sloop als de nieuwbouw. Ik zou eigenlijk voorstellen dat je dan inderdaad eerst Primo probeert te benaderen. Meneer Jonkers van Primo, ja, ik noem hem inmiddels Pinocchio. Die liegt gewoon totdat hij niet meer kan over alles wat hier zogenaamd al in goede harmonie gebeurt. Peter Jonkers? Kijk, het pand wat er nu staat voldoet gewoon absoluut niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarbij is het al een hele tijd aan het verzakken. En ontstaande situaties die niet meer veilig zijn. Dus vandaar dat dit moest gebeuren. Dus de gemeenteraad heeft daar ook een besluit over genomen. Dus dat gaat ook gewoon gebeuren. Dat is allemaal al voorbij de besluitvorming, zullen we zeggen. En wat wij alleen willen is met de buurt goed communiceren en zorgen dat zij... dat de zorgen die ze hebben zo min mogelijk zijn. Als ik iemand probeer te bellen van de gemeente, ik heb alle namen heb ik boven liggen, ik ga nou geen namen noemen, maar als ik dan netjes naar de gemeente toe ga en je belt Primo op, ja, we bellen u zo terug. Nou, we zijn 10 dagen verder. They do not reply to our emails, at least to mine. I don't know why, maybe because my Dutch is not perfect and they just ignore me, they are arrogant. Daarboven zit mijn slaapkamer. Nou, je ziet zelf wel wat er gaat gebeuren. Ik ken, aan de achterkant kan ik gewoon naar buiten lopen. Als dat het gebouw weg is? Nou, nee. Er zit wel zo'n scheur in. Dat is het ergste. En nou, je ziet het, ze doen echt helemaal niks. Dit moet je hier gewoon niet willen. Ook allerlei aannemers uit de buurt hebben hier helemaal geen zin in. Dus ze hebben nu iemand uit Schagen bereid gevonden. Waarom zouden wij in de toekomst moeten gaan betalen... Voor, weet je, of dat er schade aan mijn pand is, omdat zij zo'n roekeloos plan hier per se willen doorzetten. Uit wat ik inmiddels niet anders kan verzinnen als qua reden, als gewoon nijd, dat mensen daar dwars over zijn. Oh, kan je natuurlijk nooit uitsluiten dat er helemaal niks gebeurt. Nee. Maar daarvoor zijn de maatregelen genomen en die zijn ook goed met hen gecommuniceerd, daar weten ze allemaal van. Dus... Yeah. Ja, ik zie daar eigenlijk niet zoveel problemen. Primo says that the relationship with the neighborhood is all right, it's very good. I find Primo funny because they lack of manners as well. During the meeting, they even didn't want to speak to us face to face. What about that? Why did they don't reply to our emails? That this is ridiculous. We are not taken seriously. They don't want to take ownership. Nobody wants to take ownership for anything. Die meneer op 7B die dan uitgekocht moet worden. Hoe loopt dat? Is dat al gelukt? Dat is al rond. Ik ken die hele goede man niet. Nou, dat is de directeur. Die meneer zegt, nee, het is allemaal in kannen en kruiken met meneer 7B. Het is verkocht. Dat is helemaal niks. Heeft u het verkocht? Nee? Nou, dat is de makelaars zijn nog steeds bezig. Ik heb nog niks zwart op wit. Waar halen ze het vandaan, in godsnaam? Inmiddels is het rond. Ja, het is rond. Dat was ook helemaal geen probleem. Maar de makelaar is afgehandeld en er waren gewoon goede contacten. Alleen het duurde even voordat het allemaal rond was. Ik sta hier zo en ik heb niks zwart op wit. En meneer Jonkers kan wel zoveel zeggen. Die meneer die zegt van als het moet dan ga ik desnoods naar de rechter. Maar u zegt van... Absoluut niet aan de orde. Hoe gaat dit aflopen? Nou, dat is van mij nog steeds een vraag. Hoe gaat dit aflopen? Ik weet het echt nog niet. Ik blijf hier voorlopig zitten. Ga eens kijken naar renovatie en ga gewoon eens opnieuw rond de tafel zitten en kijken of je nieuwbouw elders kunt plegen. En ga niet per se uit ego, arrogantie en nijd dit gewoon doorzetten. What are you gonna do? Taking a lawyer is the best option. Taking a lawyer? Yes, that's the only one option. We don't have a choice. We need to fight for our own safety. Wat zou u willen zeggen tegen de wethouder en de directeur van Primo? Stop eens met liegen en stop eens ook gewoon met het niet serieus nemen van je eigen inwoners.